Dames en heren, daar zijn we weer. Een gloednieuwe F1 My Team aflevering. Ik wil jullie even vragen, doe even abonneren. Dat is gewoon even lief. Ik ga niet zeggen, bij zoveel abonnees komt er overmorgen weer een nieuwe. Maar die komt wel. Maar gewoon even lekker abonneren. Lek. We gaan vandaag beginnen met het afsluiten van nieuwe sponsorcontracten. Want ja, die waren verlopen. Maar ja, iedereen wil zich nog natuurlijk binden aan dit winnende, fantastische, geweldige team. En ik ging een beetje kijken. Je hebt allerlei verschillende dingen. Weet je wel, score zoveel, 20 constructeurspunten. Rij zoveel rondes vooraan. Ik wil gewoon een beetje zekerheid. En ik besloot gewoon wederom voor DSB Optics te gaan. Wat is behaal een top 10 finish. Je had ook behaal een top 8 finish. Maar eigenlijk zijn de voorwaarden van de top 10 finish beter. Dus koos ik gewoon weer voor die. En verder gaan we onze aerodynamica upgraden. Want je zag, we zijn vierde van onder. Alleen Haas, Alfa Romeo en Williams zijn slechter. Nou, dat is toch best wel triest. Want dat zijn echt de slechtste teams. Dus dit moet gewoon beter. We konden een standaardontwikkeling doen. 19% kans op falen. Maar dan was hij niet op tijd klaar voor de Vietnam Grand Prix. Of een gehaaste ontwikkeling met 44% kans op falen. Maar dan was hij wel op tijd klaar. We gaan voor die gehaaste ontwikkeling. We nemen het risico. Living on the edge. En natuurlijk stonden er ook nog twee upgrades te wachten. Die we vorige aflevering hadden gedaan. Want die zouden ook op tijd klaar zijn voor Vietnam. Je ziet hier dat we onze faciliteiten worden geüpgraded. Hebben we ook vorige afleveringen gedaan. En de eerste upgrade die lukt aan het chassis. En nu is het afwachten. De andere upgrades, lukken die ook? En jawel, ze lukken beide. Zowel die aan de motor als die we zojuist hebben gedaan. De gehaaste ontwikkeling aan de aerodynamica lukken. En we maken een zieke stap. We zijn nu achter Mercedes, Red Bull, Racing Point en Ferrari. Het vijfde team op de grid. En kijk eens even hoe we McLaren, Alfa Tauri en Renault voorbij zijn gestreefd op de ranglijst. En we kloppen aan de deur bij Ferrari en Racing Point. Tijd voor de Grand Prix van Vietnam. Het ding met zo'n circuit als Vietnam is natuurlijk dat het redelijk nieuw is. Het echte Formule 1 heeft er zelfs nog nooit gereden. Ik heb er één keer gereden, zeg maar vorig seizoen, van deze career mode. Dus het is helemaal nieuw en dat ken je dan toch gewoon nog niet zo goed. Want toch, die andere circuits die er al jaren in zitten, die heb je inmiddels toch al zoveel vaker gedaan. En ja, uiteindelijk moet je die baan gewoon leren kennen. En moet je weten van, oké, hier kan ik op mijn gas, hier kan ik wat tijd winnen, et cetera, et cetera. En er is eigenlijk maar één manier om zoiets te leren en dat is door het gewoon heel vaak te doen. Dus daardoor is dit sowieso geen circuit waar ik waarschijnlijk heel goed zou zijn. Maar ik moet wel zeggen, we weten dat inmiddels hebben we de derde motor van heel de grid als team zijnde. Dus op rechte stukken zijn we gewoon snel. Op zich is dat wel een voordeel, aangezien als je linksonder in de map ziet, je hebt natuurlijk een extreem lang rechtstuk. Of het langste rechte stuk is van de Formule 1, weet ik eigenlijk niet zeker. Dat was Baku. Maar of dat nu Vietnam is, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Aangezien natuurlijk Vietnam is nog nooit gereden, dus anders, ja, dat zijn van die dingen, dat hoor je in een echte uitzending en dat gaan ze je op het spel niet vertellen. Nou, Q1, redelijk logisch, de Haas'ers vallen uit, de Williams'ers vallen uit en de Alfa Romeo's vallen uit. Dat zijn nog gewoon de zes slechtste auto's, dus lekker makkelijk. We doen één run, omdat ik weet van, ja, die hebben we altijd als ik één goede run neerzet. Want op het moment dat je één run doet, dan kun je in Q2 twee runs doen en dan heb je vervolgens nog twee nieuwe sessies over voor Q3, dus kun je in Q3 ook twee runs doen. Want als je Q3 haalt, dan heb je uiteindelijk vijf setjes banden. Nou, dan kun je dus eigenlijk maar vijf runs doen. Want met een gebruikt setje ga je nooit eigenlijk je tijd verbeteren. Althans niet snel, tenzij dat je het echt verpest. En daardoor vind ik het altijd wel lekker om in Q1 te proberen met één run. Want dan heb je daarna dus twee keer twee runs over. Maar dat kan alleen als je eerste run goed genoeg is. Mijn eerste run was een 1.34.7. En mijn eerste run in Q2 is een 1.34.6. Dus we verbeteren ons zelfs met de tiende. Maar zoals je kon zien, ging ik paars in sector 2. En dat terwijl dat ik de 11e tijd reed op dit moment. Dus ik dacht van, ja, weet je, waarschijnlijk staan mijn vleugels dan gewoon te scherp. Want we zijn al zo snel op het rechte stuk. Laat ik mijn vleugels iets langzamer zetten voor rechte stukken, waardoor ik meer grip heb in de bochten. Ik dacht, daar ga ik vast tijd mee winnen. Maar wat uiteindelijk bleek, is dat totaal niet zo was. Dus waarschijnlijk lag het ergens anders. Ik snap niet heel veel van afstellingen van auto's. Ik nak die altijd gewoon van andere mensen door het gewoon te googlen. Ik voel daar zelf nog te weinig voor. Maar wat er nu gebeurde is, ik zette mijn vleugels dus trager. Laat het even zo noemen. Je gaat minder snel op rechte stukken. Daardoor verloor ik tijd op de rechte stukken, maar ik won uiteindelijk helemaal geen tijd in de bochten. Dus uiteindelijk ging mijn tweede run niet sneller dan mijn eerste. Maar ondanks dat, we stonden 11e en nu zijn we 8e. Hoe dat toch soms gebeurt, ja, daar zitten toch wel een aardig wat glitches nog in deze game, denk ik. Sainz gaat gelukkig ook door, die rijdt de 10e tijd. Dus we gaan samen naar Q3, waar ik vervolgens mijn voorvleugel weer gewoon lekker terugzet. Want ja, dan verlies ik maar wat tijd in de bochten, maar dan zijn we gewoon extreem snel op die rechte stukken. Op die twee lange rechte stukken maken we dan zoveel tijd goed, dat je dus ook al wat tijd kan verliezen en dat je zelfs wel kan veroorloven om te doen in de bochten.
Vervolgens zijn we toch elke keer een stukje sneller. In Q1 hadden we een 1.34.7, daarna in Q2 een 1.34.6 en nu rijden we een 1.34.5. Goed voor op dit moment de zesde plaats, wel wetende dat er natuurlijk nog tijd is en dat iedereen eigenlijk nog voor een tweede run gaat. Zo ook wij, op een nieuw setje banden gaan we naar buiten. We krijgen helemaal geen melding of niks. Vaak krijg je dan een melding van let op, je bent te laat. Alleen dan zien we hier opeens, er is iets geks gebeurd. Ik rijd nooit mijn outlap, dat had ik hier gewoon wel moeten doen, want ik had het zeker gehaald. En dan opeens hier is de tijd voorbij, terwijl dat hier start-finish ligt en we mogen dus geen tweede run doen. Dit is zo zonde. Ik heb hier bewust een setje banden voor gespaard, maar ja, helaas. Verstappen pakt pole en nog zieker Ricciardo in zijn McLaren op P2. Heel knap voor de Ferraris, voor de Mercedes'en. Dan wij op 7, Sainz op 8, dan Russell, dan Perez. Het Formule 1-circus is aangekomen in Zuidoost-Azië om wederom een nieuw tijdperk in te luiden, terwijl wij ons voorbereiden om hier in Vietnam te gaan racen. Ja, dan is het tijd om weer de strategie te bepalen. En je hebt altijd een soort standaardstrategie, dat is soft-hard, maar je hebt ook trainingsprogramma's gereden. Althans, ik doe dat altijd, want je krijgt er resource points voor en je team krijgt er data door. En daardoor kun je je strategie ook personaliseren. En dan kijken ze naar op basis van hoe jij slijtage rijdt en hoe snel jouw rondetijden op banden zijn, berekenen ze daarop. En dan zegt mijn team dat ik 10 seconden sneller ben door gewoon soft medium te gaan. Daardoor moet ik wel 3 rondjes langer, of 2 rondjes langer door op de soft. Maar daardoor zou ik dan in totaal wel 9 seconden sneller zijn, is het uiteindelijk, om wat preciezer te zijn. Dus ik dacht, ja, laat ik de gok maar gewoon nemen. Je weet wel, je moet dan extreem lang door op je softs, of langer dan dat er eigenlijk voor staat door op je softs. En ook die mediums, die gaan waarschijnlijk aan het einde wel gewoon, redelijk naar de kloten zijn. Maar we nemen gewoon de gok. De alternatieve strategie werkt heel vaak op deze game. Inmiddels zijn de 5 rode lampen uit en zijn we weg. We hebben nu een prima start. Wat het uiteindelijk is, we verliezen geen plek in ieder geval met de run na bocht 1. Maar we winnen ook geen plek. Maar dat is uiteindelijk gewoon prima. Dat hangt even geel, logisch. Want we gaan natuurlijk heel traag. Er vormt een soort treintje richting bocht 1 natuurlijk. En daardoor hangt er dan even geel. Maar er is uiteindelijk niks aan de hand. Niemand schade. En vooral nog belangrijker, ik ook niet. Ik had een klein momentje daar met Hamilton. Checkte daarna nog of ik schade had. Ik had het daadwerkelijk niet. Hier nogmaals een herhaling van de start. Zo gezegd, Ricciardo vanaf plek 2. Echt ook best prima weg. Volgens mij verloor hij geen positie. Want hij houdt uiteindelijk de binnenkant van Leclerc. Ook wij zitten prima. En ik zag hier pas dat we zij aan zij met ons teamgenootje Sainz door bocht 1 heen kwamen. Maar dat gaat allemaal goed zonder kleerscheuren. Achter hem dan ook de racing point van inmiddels Lance Stroll. Die dan weer de positie van mijn teamgenoot afpakt. Dat is toch wel ontzettend zonde. Die laat het nog niet echt zien. Nu ook weer dus verliest weer een plek bij de start. Maar wie echt een goede start had, dat was Lance Stroll. Want het was niet de racing point van Lance Stroll die achter me stond. Maar die van George Russell. Oftewel, Russell heeft ook een plek verloren. En Stroll heeft er dus 2 gewonnen. We zien hier dat Stroll gelijk die AlphaTauri pakt. Dan pakt hij hier ook gelijk dus zijn eigen teamgenoot George Russell. En dan vervolgens bij het aanremmen komt hij dus naast zijn teamgenoot terecht. Evenals dat ik naast mijn teamgenoot terecht kom. Maar hij heeft dan de betere lijn. Net zoals ik de betere lijn heb. Want wij zitten namelijk op dezelfde lijn. En hier pakt hij dan vervolgens ook nog mijn teamgenoot Sainz. Waardoor hij dus van 11 naar 8 gaat. Hij pakt zelfs 3 plekken. Sorry, ik zei net volgens mij 2. Hij pakt zelfs 3 plekken. En mijn teamgenoot verliest zijn plek aan hem. En dan is het uiteindelijk een beetje kijken van waar komen we terecht? Hoe gaan we het doen op dat lange rechte stuk? Voor de eerste keer over dat lange rechte stuk zien we voor ons dat Vettel door beide Mercedes'en wordt ingehaald. Mercedes wat niet heel best kwalificeerde. Natuurlijk 1 en 2 staan ze in het kampioenschap. Nou, surprise, surprise. Het is net echt. Maar hier gelijk al weet Bottas Vettel te pakken. En Hamilton blijft nog even zitten achter Vettel. Maar ja, op het moment dat je in rondje 1 dit al ziet, dan heb je altijd wel het idee van nou, dat zal niet heel lang duren. Ik heb inmiddels een gevecht met Stroll. En ook een beetje een gevecht met die eerste sectie waar ik een beetje moeite had. Dat is dan bocht 1, bocht 2, 3, 4. Daar had ik gewoon moeite. Stroll kan me uiteindelijk niet voorbij. Komt er eigenlijk alleen maar naast me. Maar zo gezegd, op die rechte stukken waren we gewoon knijtersnel. Dus daar hadden we dan wel het voordeel dat daar niet echt een inhaalactie gemaakt kan worden. Wie ook snel is op het rechte stuk is dan automatisch Carlos Sainz. Mijn teamgenoot die het hier probeert op Lance Stroll en buitenom bij de herpin, bocht nummer 11 is dat. Ja, daar zul je veel inhaalacties zien natuurlijk aan het einde van het superlange rechte stuk. Waar ook nog eens een DRS zit die we vanaf het volgende rondje krijgen. En dan is de move done. En eindelijk laat Sainz een keer wat zien. De camera heeft het niet opgevangen, maar er is hier wat gebeurd bij Daniel Ricciardo. Want die reed nog op de tweede plek, rijdt inmiddels 5e zoals je linksbovenin kon zien. En dat was heel even geel, dus daar is zeker een momentje geweest. Waar ook weer een momentje is, is een rechte stuk later of 2 rechte stukken later. Rondje nummer 5 is dit volgens mij. Want daar pakt Stroll mijn teamgenootje weer terug. En dat is, ik zat net nog zo enthousiast te vertellen van eindelijk laat Sainz wat zien. Want vandaag moet hij toch wel punten gaan rijden. Maar ja, dan raakt hij weer een positie kwijt. Inmiddels is Ricciardo naar 6. Leclerc heeft hem namelijk ingehaald. En
Leclerc is dan vervolgens op zijn beurt ook weer ingehaald door beide Mercedes'en. Maar dan moet je eens even opletten, want wij komen er lekker in. Het gat richting Ricciardo was 2 seconden voor het aanremmen naar bocht 11. En inmiddels is het gat al 1.3. En dan gaan we die, ja, ik wil bijna zeggen, de soort S's-sectie in. Dit zijn hele snelle, lijpe bochten. Het is natuurlijk een stratencircuit. Eigenlijk net zoals bijvoorbeeld in Monaco. En die muren zitten zo dichtbij. Er is geen ruimte voor een foutje. Dus ja, dit is gewoon puur focus, jongen. Dan lig ik ook in het stoeltje, jongen, als een randebiel, jongen, om eigenlijk te focussen op dit. Maar je ziet wel dat we het gat in, nou, wat is het? Eén sectie eigenlijk, in sector 3. Rijden we het gat dicht van 2 seconden naar 0.7. Hebben we hier zelfs DRS op start-finish. En bij het ingaan van rondje nummer 6 zitten we gewoon aan de staart van Daniel Ricciardo. Je ziet een hele lange trein ontstaan achter mijn teamgenoot, waar we inmiddels van weg zijn gereden. En mijn teamgenoot, jongen, het gaat weer helemaal mis. Want met mij ging het goed. Ik kwam bij Ricciardo, ik was lekker bezig. Maar ondertussen, jongen, wordt mijn teamgenootje Sainz ingehaald door Russell. Door Perez in zijn Alfa Tauri. En hij verliest maar plekken en is weer buiten de punten. En die moet zich echt gaan herpakken, want dit gaat echt niet de goede kant op. Zeker als je dan weer kijkt dat bij mij het een stuk beter gaat. Ricciardo heeft hier namelijk een momentje, verliest volledig zijn achterkant. En dat betekent dat we hem gelijk kunnen aanvallen. We hebben DRS richting bocht nummer 6. Hij pakt de binnenkant, ik ga voor de buitenkant. Ik rem hier later. En dan zet ik hem er gewoon voor. Dan vervolgens compenseer ik hem een beetje in deze bocht. Het is toch een hele trage bocht waar de exit niet heel erg belangrijk is. Want uiteindelijk gaat het uiteindelijk hierom. Want dit is het moment dat je vroeg op je gas moet om die snelheid het hele rechte stuk mee te nemen. En wat ik al zei, wij waren gewoon goed op dat rechte stuk. Dus dat was het probleem niet echt. Wat dan wel het probleem is als ik dan hier heel random heel wijd ga. Je moet deze curb niet raken. Dat doe ik wel. Dan probeer ik te compenseren. En dan ga ik veel te lomp op mijn gas. En eigenlijk precies zoals ik Ricciardo inhaal, omdat hij te vroeg op zijn gas ging en zijn achterkant kwijtraakte, komt hij mij hier ook voorbij en is het dus gelijk weer de positie afstaan. Je ziet het hier, ik kom heel raar uit die bocht, dan wil ik overcompenseren, vroeg op mijn gas, ben ik hem kwijt. Ja, en dan is er niks meer aan te doen, dan is er geen redden aan en dan sluit ik maar gewoon netjes aan. Dat blijven vechten, want dat is wat er gebeurt, kost uiteindelijk wel tijd. Want je ziet dat Leclerc inmiddels 3 seconden bij ons weg is gereden. En wij rijden eigenlijk nog de hele tijd binnen DRS-afstand van elkaar. Of ik eigenlijk van Ricciardo. Maar Ricciardo gaat dan heel vroeg naar binnen. Even als George Russell achter mij. Die gaan waarschijnlijk op een 2-stop. Of niet waarschijnlijk, die gaan zeker op een 2-stop. Want die gaan van soft naar soft. Oftewel, die moeten nog een keer stoppen. Evenals dus George Russell. Wie nog meer van die 2-stops gaan, zijn bijvoorbeeld Russell en Hamilton. Je weet dus wel dat die komen straks nu naar buiten op nieuwe softs. En die gaan van mij wegrijden. Die gaan een gat slaan. Dan komt de leider in de wedstrijd, Valtteri Bottas, naar binnen. Evenals Sebastian Vettel. Dat is voor ons niet heel interessant. Bottas moet trouwens even wachten op Vettel. Het enige interessante is te kijken naar welke strategie zij gaan. Zij gaan voor de 1-stop. Allebei van soft naar hard. Wij gaan natuurlijk voor de 1-stop, soft medium. Inmiddels, wij moeten onze softrun iets langer maken dan hen om op de mediums verder te kunnen. Ook mijn teamgenootje gaat naar binnen, ook soft hard. Rijden wij inmiddels op de tweede plek. Want alleen Leclerc en ik zijn nog niet naar binnen geweest. Dus dit is wel een tweede plek waar iets voor valt te zeggen. Want het is niet dat we daadwerkelijk tweede rijden. Zo gezegd, wij moeten nog stoppen. Zij zijn al gestopt. Een rondje later, nog mooier, rondje nummer 10, gaat ook Leclerc naar binnen. En dat vind ik dan toch altijd wel even leuk om te laten zien. Want dat is toch altijd een lekker momentje. Ondanks dat het niks voorstelt, gaan we wel naar de leiding in de wedstrijd. Zo gezegd, het stelt niet heel veel voor. Maar boeien, is toch leuk om even te laten zien. Mijn engineer heeft dan ook nog wat te vertellen. Ja, je inlap moet zo goed mogelijk zijn, oftewel de lap dat je naar binnen gaat. Maar ik rijd 2 rode sectoren omdat hun banden er helemaal aan waren. Ik twijfel nog steeds of het slim was om die softrun zo lang uit te stellen. Je ziet hier Ricciardo al voorbij komen. Besef, daar reden we dus samen mee voordat ik naar binnen ging. En nu is hij helemaal bij me weggereden. Maar ja, dat is niet goed te vergelijken, want hij zit op een 2-stop. Dus hij zit op softs, dus hij kan nu weer volle bak pushen. Maar hij moet nog een keer naar binnen. Dus het is logisch dat hij voor me uitrijdt. Beter is om te vergelijken met bijvoorbeeld Sergio Perez. Die zat voor de stop 2,5 seconden achter mij. Die doet ook de 1-stop. En waar hij voor de stop 2,5 seconden achter mij zat, zit hij nu, ja, 0.3 achter me. Weliswaar zit hij op hards, ik zit op mediums, dus nu moet dat wel redelijk goed komen. Maar hij heeft meer momentum bij dat uitkomen van de pitstraat. Mijn banden zijn nog koud, ik kom uit die pitstraat, dat is ook nooit lekker. Hij zit in die ronde, is hij me eigenlijk voorbij, maar dan remmen we hem richting bocht 6 er wel weer uit. En dan pakken we hier de binnenkant van bocht 7, die je echt heel makkelijk ruim over die curbs kan nemen. De computer doet dat niet, maar iedereen zegt, ja, het kan gewoon, er is niks aan de hand. Hier nogmaals de herhaling, ik kom dus net voor de deur van Albon en Perez terecht. Albon, die ook op de 2-stop zit, die had zich dramatisch gekwalificeerd. Zeker als je vergelijkt dat Verstappen had pole position en Albon startte volgens mij vanaf plek 13 of zo uit mijn hoofd, 14. Dat is niet best. Hij moet op de 2-stop, dus daar hoef ik me niet zoveel zorgen om hoeven te maken. Die rijdt ook op de softband, die gaan me zo meteen toch wel inhalen. Maar Perez is iets om heel goed mee te vergelijken en dat is misschien wel een puntje van kritiek.
Hij ging voor de undercut en voor de soft hard één stop. Ik ga voor de soft medium. En je ziet gewoon, hij heeft 2,5 seconden goed gemaakt met die pitstop. En nu zit hij, ja, ben ik volle bak met hem aan het vechten. En dan verrem ik me ook nog, omdat zo gezegd, die banden waren nog niet helemaal op temperatuur. Ik doe dit ook dom. En dan ben ik de positie aan beide kwijt. Maar zo gezegd, die positie kwijt aan Albon is niet heel erg. Want die gaat toch lijpe stappen maken waarschijnlijk ten opzichte van ons. Die gaat door het veld heen snijden, maar die gaat nog een keer naar binnen moeten. Dus die moet uiteindelijk 20 seconden op ons goed maken. Want wij gaan niet meer stoppen en hij wel. En de stop kost ongeveer vaak ergens rond de 20 seconden. Het is wel leuk als je zijn herhaling ziet. Hij wil aan de binnenkant van mij. Nou ja, daar is geen ruimte in de krappe straatjes van de stratencircuit. Maar dan, ja, waar ik vervolgens heen ga, ik heb geen idee. Ik pak een hele andere ronde. Inmiddels gaat Stroll ook naar binnen, een rondje later. Daardoor pakken we wel weer een positie terug. Hij gaat net zoals ik ook voor de soft medium. Dus er zijn meer mensen die het doen. Dus op zich, dat zegt ook wel eens iets. Albon, wat ik zei, ja, die gaat gewoon zijn weg door het veld slaan. Die pakt hier Perez. En dat betekent dat ik nu weer achter Perez aan kan duiken. En dat lange rechte stuk waren we gewoon goed. Zijn we denk ik wel beter dan de Alfa Tauri. Moeten we ook wel beter zijn dan de Alfa Tauri sowieso. En als ik dan mijn batterij goed gebruik, ik zet mijn motorstand wat hoger, heb ik ook nog eens DRS. En dan is dat rechte stuk zo ontiegelijk lang dat je er eigenlijk altijd wel naartoe kruipt. Perez kiest hier vervolgens voor de binnenkant. Dus wij gaan voor de buitenkant. Kunnen we dan hier in bocht nummer 11 de move clearen, donnen, weet ik het hoe je het wil zeggen. Ik ga weer veel te wijd daardoor op die curb. Nu verlies ik hem echt op de curb. Tegenstelling tot net bij Ricciardo toen ik gewoon te vroeg op mijn gas ging. Maar dan houden we de binnenkant en dan uiteindelijk lukt het ons in bocht 13. Waar je ook gewoon veel curb kan pakken als het moet. Niet te vaak. Ik denk dat het niet heel goed is voor je banden en voor al je slijtages, et cetera. Dus je moet het niet constant doen, maar in een qualifying run kan het sowieso. En op het moment dat je even iemand moet inhalen, kan het zeker ook. Je ziet hier nog wel dat ik mijn achterkant volledig kwijtraakte op die curbstone. Maar de binnenkant hield. En dan nu, als mijn mediumbanden eenmaal op temperatuur zijn, op dit moment, in deze fase van de race, zijn mijn mediums gewoon beter dan de hards van Perez. Maar ik moet nu het gat gaan slaan. Inmiddels gaan de mannen op de twee stop naar binnen. Dus we zien Ricciardo naar binnen komen voor zijn tweede stop. Soft, soft, medium. Ook Russell komt hier binnen. Zelfs tegelijk met Ricciardo. Ook soft, soft, medium. En de vraag is dan natuurlijk, waar komt Ricciardo terug terecht? En hij komt terecht tussen twee Alfa Romeo's. Hij valt helemaal terug en gaat sowieso een beetje opgesloten worden daar tussen die mannen. Wij winnen weer wat posities, zogezegd, omdat dus Russell en Ricciardo voor hun tweede stop naar binnen gingen. En we wisten, oké, Albon en Ocon, die zitten ook nog voor ons. En die zitten ook op een twee-stop strategie. Dus in principe rijden we nu, we rijden achtste, maar er moeten nog twee man voor ons naar binnen. Dus zesde is zeker mogelijk. Hier is dan dat moment dat Ocon die pitstop maakt. Die valt ver achter ons terug. Even als eigenlijk inmiddels Ricciardo is. En wij zijn een gat aan slaan richting Perez. En dat is het verhaal waar ik net even in zat. Ik moet ook een gat slaan richting Perez. Want nu is nog de fase dat mijn mediums echt beter zijn dan zijn hard. Alleen straks aan het einde van de race krijg je dat mijn banden echt gaan verslijten. En dan ga ik tijd verliezen. En dan heeft hij juist, dan komen zijn banden juist in zijn kracht. Omdat dan de hards juist beter worden. En dan zien we hier opeens Vettel heel raar uit de soort muur komen. Richting dat hele lange rechte stuk. Ja, als je daar een slechte exit hebt, dan ga je dus het hele rechte stuk gewoon tijd verliezen. En dan hebben we zomaar de zesde plek in handen, wetende dat Albon nog moet gaan pitten voor ons. Dus eigenlijk hebben we zelfs al een soort van move gemaakt richting de vijfde plek. Maar wat gebeurde daar in godsnaam? We kijken even mee. Je hebt dat treintje van Leclerc, Albon en Verstappen. En Vettel gaat gewoon te vroeg op zijn gas. Is hem helemaal kwijt. Heeft vervolgens echt geluk dat hij hier niet zijn volledige voorvleugel verliest. Waardoor hij een pit moet maken om een nieuwe voorvleugel te nemen. Dat is echt zijn geluk. Hij kan door. Hij heeft wel schade. Dus hij gaat wel rondetijd verliezen. Want je hebt gewoon minder downforce met een beschadigde voorvleugel. Zo simpel is het. Inmiddels gaat Albon naar binnen in rondje nummer 18. Zo gezegd, hij start als 14e. Dus hij zat op de twee stop. Hij had zich wel helemaal naar voren gewerkt. Maar ja, hij was nou eenmaal 14e. Dus was ook wel een beetje vertekend. Omdat hij nog een pitstop moest maken. Maar wij rijden zomaar op de vijfde plek. En we rijden nu nog binnen DRS afstand van Charles Leclerc. Je ziet dat onze banden 25% verbruikt zijn. Dat is een soort van dubbel. Want op zich is dat goed, maar aan de andere kant hebben we pas 8 rondes gereden en we moeten er nog 10. Dus dat gaat nog een zware strijd worden. Inmiddels heb je hier Hamilton, die dus op de twee stop zat, die ook naar binnen gaat. Hij ging in tegenstelling tot de mannen die soft, soft, medium gingen, ging hij soft, medium, soft. Dus hij komt nu op softbanden naar buiten. Die gaat vlammen die laatste rondes. Hij komt achter Sebastian Vettel terecht, oftewel ook net achter mij. Want je ziet, ik rijd daar in de voorgrond en hier pakt hij gewoon meteen bij het uitkomen van de pitstraat al Vettel. En dit wordt echt geen feest. Ik heb geen DRS meer op Leclerc, omdat zo gezegd, nu komen die harde banden juist, die worden nu juist gaandeweg beter, omdat we natuurlijk verder in de race komen en mijn levensduur een beetje uit mijn banden gaat. Dus
Hamilton gaat nu als een gek achter mij aankomen. Dat gaat 1-2 sectoren duren en dan heeft hij me ingehaald. Tenzij dat er een safety car komt. Dan wordt op het moment iets uitgesteld. Maar ik ben helemaal niet blij met deze safety car. Want wat doet deze safety car? Die maakt het voor Vettel en voor Perez. En voor andere gasten die op een 1-stop zaten met de harde banden. Waar ik juist nu het gat mee had geslagen. En dat gat was ook belangrijk. Want in de eindfase van de race worden hun banden juist beter. Die hardbanden worden nu beter dan mijn mediums. Dus het was fijn dat ik een gat had. Had ik een soort speling. Die ik richting hun had. Maar die speling ben ik nu volledig kwijt door de safety car. Want de safety car gaat zorgen dat iedereen weer bij elkaar rijdt. En dan gaan we dus een hele moeilijke eindfase krijgen. Maar voordat we dat allemaal gaan zien, eerst even de crash. Want dit is wat er gebeurt zo. Met Dani Kvyat echt een behoorlijke beuker. Echt een flinke crash. Echt een hele lijpe zelf. Zo flink zie je ze maar zelden bij de computer. Wat hij ook probeert. Hij probeert hier, denk buiten om te gaan bij Norris. En dan stuurt Norris naar buiten. Ja, dan is hij gewoon helemaal kwijt. 300 per uur vol op het gas. Hij verliest hem. En wie heeft er dan weer een voordeeltje van? Ja, natuurlijk. Valtteri Bottas. Het zal er eens niet. Hij pit onder de safety car. Komt hij driftend naar buiten. Maar sluit wel als eerste aan bij de safety car. Wij moeten natuurlijk tempo verminderen. En daardoor verliest Verstappen zijn eerste plek in de race. Het is echt weer pure pech. Die Bottas heeft al 2 races gewonnen. Ja, en hij gaat ook gewoon deze weer winnen. Want hij zit nu op de allerverste en allerzachtste banden. Rijdt hij vooraan. Ja, dan ga je hem nooit meer kunnen inhalen met en minder verse banden. En ook nog eens een compound harder. Want Verstappen rijdt op de mediums. Dus dat vooraan, daar heb ik verder weinig mee te maken. Maar ja, wel een beetje sneu. Want het is toch mijn landgenoot. En u wil er toch wat even wat over zeggen. Wij rijden inmiddels op de 4e plek. Wel wetende dat Hamilton dus ook op verse softs achter ons zit. Oftewel, die plek gaan we zeker verliezen. Maar waar ik me meer zorgen om maak, is een Vettel, is een Perez die op de hardband, die nu dus sterker wordt richting het einde van de race, omdat mijn banden echt versleten zijn, die gaan ook bij mij aankloppen. En nog erger, Ricciardo en Ocon, dat zijn de mannen op de 2-stop, die zijn ook weer helemaal aangesloten. Die hadden natuurlijk een zieke achterstand, maar door de safety car is die ook ingelopen. Hier dan even wat Hamilton bij mij doet. Het is helemaal niet Des Hamiltons. Hij probeert het op een hele rare plek meteen na de safety car al mij in te halen. Ik had hem daar ook helemaal niet verwacht, want we maken ook 3 keer contact. Ik dacht, had gewoon gewacht tot hier, op dit rechte stuk, want dan rijdt hij me altijd voorbij op de softband. Nou, dat gebeurt uiteindelijk ook. Dit zijn van die dingen, in het echt zou Hamilton hier zeker gewoon geduld opbrengen. En gaat hij gewoon lekker op dat rechte stuk voorbij. En nu wordt het voor mij naar achteren kijken, want Vettel komt eraan. Maar ik heb een geluk, want Vettel heeft natuurlijk die voorvleugelschade. En die gaat dan ook de battle aan met Perez. Perez die komt heel goed uit die herstart. En hij pakt hier gelijk Sebastian Vettel. Maar ja, dat maakt voor mij niet heel veel uit. Want eerst moet ik achterom kijken, omdat ik bang was dat Vettel eraan kwam. En nu moet ik achterom kijken, omdat ik bang ben dat Perez eraan komt. En dat gebeurt ook eigenlijk een rechte stuk later. Want dat lange rechte stuk, rondje 27. We hebben nog 2 rondjes te gaan. Mijn banden zijn volledig op. En zij rijden gewoon op die hardbanden die nog lekker meegaan. En dan kan ik wel een compound zachter hebben. Maar het is gewoon klaar. Ik probeer alles te geven. Benzinestand, batterij, alles gooi ik in de strijd. Maar Perez heeft gewoon betere banden in deze fase van de race. En heeft DRS ook nog eens. En hij vliegt me gewoon voorbij, kansloos. En we vallen terug naar P6 met inmiddels Vettel die achter ons aan zit. Bij het ingaan van de laatste ronde. De laatste ronde. Vettel achter me. Ocon, die een 2-stop had. Dus die rijdt en op mediums. Weliswaar hetzelfde als ik. Maar zijn mediums zijn 7 rondjes nieuwer dan die van mij. Dus die zijn nog hartstikke goed. Die zijn hartstikke snel. Ricciardo, hetzelfde verhaal. Die zijn allemaal door die safety car, die fucking safety car, bij mij aangesloten. Ik heb het helemaal. Die safety car heeft het helemaal voor me verneukt. Ik ben het helemaal kwijt. Ik ga hier te vroeg op de gas. Ik raak de muur. Hier weer contact met Vettel. Vettel komt linksom bij mij. En dan lijkt het helemaal fout te gaan in die allerlaatste ronde. Het voordeel is, ik heb nog veel ERS over en ik krijg DRS. En dan heb ik vervolgens ook gewoon heel veel snelheid op het rechte stuk. Meer snelheid dan de Ferrari. Waardoor dat ik uiteindelijk Vettel weer terug te pakken. Inmiddels Ricciardo die Vettel dan weer voorbij gaat. En dit is niet normaal die laatste ronde. Wat hier allemaal gebeurt. Wij gaan als eerste door die hairpin heen. Maar de vraag is, gaan we deze voorsprong vast kunnen houden? Hier nogmaals een herhaling. Wat daar allemaal gebeurde, ja, het sloeg helemaal nergens op. Het was echt horten en stoten. Maar mijn banden wilden niet meer. En dan ga je ook nog te vroeg op het gas, omdat je midden in die battles zit. En dan ga je gewoon fouten maken. Hier nogmaals, ik sneed gewoon elke keer deze bocht een soort van af. Want er lag geen track limit en het kon gewoon. Maar dan raak ik daar die muur nog. Hier vervolgens Vettel en ik, die nog in contact zijn met elkaar. Ik kon nergens heen, want daar stond nou eenmaal de muur van Vietnam. Ik kon nergens naartoe. Dan wil Ocon rechtsom. Maar die wordt dan eigenlijk opgehouden door Vettel, die heel traag is op het rechte stuk. Ook een slechte exit had, waardoor dat de linkerbaan, gas, sneller is. Want daar kom ik dan voorbij gevlogen. Maar ook Daniel Ricciardo. Het is ongekend hoe hier de kaarten nog even worden gehusseld in de allerlaatste ronde, als we op het allerlaatste over het rechte stuk gaan. Kijk ook die trein die zich daar vormt met ook nog de andere Renault en ook nog andere auto's. We kijken hem nog een keer vanuit de auto van Ricciardo. Ricciardo dus met die 2-stop. Wat ik zei, hij was ver teruggevallen. Maar mede door die safety car heeft hij het helemaal goed kunnen maken. En zit hij nu op verse mediums.
En kiest hij de linkerkant. En dat doet hij echt goed. Want je ziet hier dat Ocon, die moet gewoon liften voor Vettel. Waardoor dat Ricciardo er voorbij blaast hier aan de linkerkant. En niet alleen Ocon pakt in die laatste ronde, maar ook Vettel. Hij wint gewoon 2 rondes. Echt chapeau, chapeau voor Ricciardo. Maar aan de andere kant, hij startte wel van P2. Dus hij heeft het ook wel een beetje verpest. En hier eigenlijk geen inhaalmogelijkheden meer. Dus we weten, als ze op de baan blijven. En ik kan je zeggen, het was best moeilijk met die versleten banden. Maar als we het doen, dan is er geen kans meer voor Ricciardo dat hij ons inhaalt. En gaan wij dus gewoon als 6e over de streep komen. Perez inmiddels bijna 3,5 seconden, meer dan 3,5 seconden bij ons weggereden. Maar we gaan over start-finish en we pakken de 6e plek. En dat is gewoon hartstikke goed. Zo gezegd, Bottas wint de 3e race op rij. Ongekend, hij heeft gewoon geluk ook wel gehad met die safety car. Verstappen 2e, Hamilton 3e, Leclerc 4e, Perez van de 10e plek naar de 5e plek. Heel knap gedaan van hem op de 1 stop, soft, hard. Je ziet dat ik samen met Stroll de enige ben die soft medium is gegaan. De 3-stop van Ricciardo heeft hem genekt. Even als de 3-stop voor Ocon uiteindelijk genekt was. En waar is dan mijn teamgenoot? Mijn teamgenoot, ondanks de 1-stop, 15e. Van de 8e plek teruggevallen naar de 15e plek. Ja, dat is gewoon ontzettend slecht. Kvyat, ja, dat hebben we kunnen zien door die harde crash, niet gefinished. We blijven 3e in het klassement. Verstappen zit er wel aan te komen. Heeft natuurlijk een DNF gehad, maar inmiddels loopt hij al in. En Renault slechte punten gehaald vandaag. En ondanks dat Sainz bij mij nog niet even meewerkt en nog steeds geen punt voor het team heeft gehaald, stijgen we wel naar de 3e plek in het constructeurskampioenschap. Weten dat Ferrari eraan komt. Over Ferrari gesproken. We staan nog steeds voor in de battle met Vettel. Dat rijmt. Vond ik heel leuk om te zeggen. En we hebben al onze doelen weer gehaald. We krijgen lekker veel saaf weer. Dat gaan we de volgende aflevering uitgeven. Check ook even de afspeellijst van deze hele serie in de beschrijving. Tot de volgende keer. En later mensen.